Een paar weken terug in Nomai ging het niet zo goed. Vorig weekend in Hogerheide had jij echt wel weer een goede dag voor jou doen. Zeker met in je achterhoofd wat er gebeurd was. Jouw kansen voor zondag? Kansen, ja. Ik zou heel graag rond de top 5 willen rijden. Maar ik kan ook net zo goed zomaar 13e worden. Ik heb niet zo'n heel goed idee waar ik op dit parcours zal staan. Maar ik hoop met de juiste ingesteldheid er een hele mooie wedstrijd uit te halen. En te genieten van het Nederlandse publiek. Ja, aangaande het parcours. Jij zal vermoedelijk wel op de eerste twee rijen staan. Hoe belangrijk gaat dat zijn zondag? Ja, ik sta gelukkig nog op de eerste rij. En dat is zeker belangrijk. Het is een korte start. En ik zal er alles aan doen om als eerste die bocht in te draaien. En vanaf dat moment is de wedstrijd open, denk ik. Ja, we kunnen sowieso zondag een Lars van der Haar zien die zoals altijd zijn uiterste best doet. Dat sowieso, ja. Ik ga hier zeker alles inleggen in deze wedstrijd. En ik hoop voor ons land dat Mathieu de titel kan pakken. En wat dat erachter gebeurt, daar is het voor ons om te doen om een mooie plek uit te rijden. Ja, blijft ook voor ons niks anders over dan jou heel veel succes toe te wensen zondag. En na de wedstrijd weten we ook jouw uitslag. Veel succes, Lars. Dankjewel.